Hallo, mijn naam is Bart de Rijzen van Fiets de Rijzen Bart. De vakantie staat voor de deur. Mensen die graag met de fiets op vakantie willen gaan en meenemen met het vliegtuig, hebben wij de ideale oplossing voor. Wij verhuren fietskoffers of wij verkopen ook die fietskoffers. En de KSB demonstreert hoe je de fiets uit elkaar haalt en op een veilige manier in de koffer steekt. Om te beginnen halen we de pedalen van de fiets af, zodat hij geen beschadiging kan brengen in de koffer. Het stuur zal ook wel een beetje moeten gekanteld worden naar onder. Dan markeren we hier, maken een plakking hier aan en met een balpen maken we een markering. Zoals je nadien weet hoe het stuur terug moet staan. Zo een beetje laten zakken. Voilà. En dan kan hij zeker vast in de koffer. Een beetje vastzetten. Gaan we beginnen met de wielen eruit te halen. Ook belangrijk bij schijfremmen is als je zo'n adapter gebruikt voor in de remklauw te steken. Bij fietsen met de schijfremmen hebben we ook die steekas nodig om het terug te monteren op het frame. Dit frame gaan we dan in de koffer steken. Hier zijn ook allemaal adapters bijgeleverd, zoals het oude systeem en remklauwen kunnen we deze ook gebruiken. Dan monteren we de fiets op het frame dat in de koffer moet. Pak terug de steekas. En achter doen we dan net hetzelfde. Steekas erdoor. Draaien we goed vast. En niet vergeten van achter ook dat adapter te steken. Ja, voilà. Nu is de fiets klaar voor in de tas te steken. De tas heeft een smalle kant en een brede kant. En natuurlijk, het stuur is breder. Dan plaatsen we het stuur aan die kant natuurlijk. In deze koffer is ook, die is helemaal verstevigd hier met stevige latten. Dus een hardcase van boven en zowel horizontale als verticale kale stevige latten erin. We kunnen die nog vastmaken met lintjes, maar vooral eer we dat gaan doen, gaan we eerst de wielen in de tas steken. Belangrijk, we laten de wielen plat. In een vliegtuig ga je 10.000 meter boven de lucht hangen. Kan het aan zoals een ploffen. Nu gaan we de wielen erin plaatsen. Goed beschermd in de tas. Wat nog belangrijk is, voordat we het dicht doen, is deze stopper tussen zetten, zodat die koffers zeker en vast niet gaan geperst worden. Voilà, nu zijn we klaar om te vertrekken. Wij kunnen op vakantie.